Oké, voor ons Björn Vlemings in een outfit waar we niet in gewoon zijn. Hoe staat het met de revalidatie? Ja, het verloopt wel goed. Ik heb al een hele week toch positieve dingen gezien en gevoeld en gehoord. En ja, gewoon elke dag opnieuw proberen een stap verder te gaan en blijven werken om zo snel mogelijk terug tussen die lijnen te staan. En heb je nog pijn? Ja, ik heb wel natuurlijk nog wat pijn als ik die draaibeweging maak, maar de rechtlijnige bewegingen gaan op zich eigenlijk allemaal heel goed. Zoals trappen lopen of trampolin lopen, dat valt allemaal goed mee. Oké, heel leuk. Maar recht naar de goal, dat moet altijd lukken dus. Voilà, niet te veel kapbeweging, maar toen kan er ook niet. En dus vandaag ben je een van de allergrootste supporters dan? Het zou wel zijn. Ik hoop gewoon op die 3 punten. Lierse speelt gelijk, dus vandaag 3 punten. Kost wat kost houden en ja, ik denk dat iedereen er klaar voor is. En is dat nu met de 11 tussen de lijnen, of de jongens op de bank, of de jongens die ernaast vallen. We zijn een groep en iedereen hoopt gewoon vol die 3 punten te pakken. Zeg, een pintje na de wedstrijd, mag dat tijdens de revalidatie? Ik ben morgen ook vrij. Dankjewel. Zeg, wie ben jij? Emirhan. En hoe lang ben je al supporter van Antwerpen? Al heel je leven? Ja, heel lang. Zeg, en wat is de pronostiek voor vanavond? Met hoeveel gaan ze winnen? 3-1. Ik kom hier heel graag. Als ik niet moet werken, ben ik hier. En als ik moet werken, ben ik in mijn gedachten ook hier. Antwerpen, gel vandaag, wat denkt u? Ja, winnen! Voilà, inderdaad, winnen. Hè. Ik denk 2-0. Ja, ook zoiets. 2-1. 3-0. Welkom beste sportvrienden op een nieuwe voetbalavond. Deze avond natuurlijk Antwerp tegen OH Leuven. Een volgepakt Bosuilstadion, dat kan je wel zeggen. Ondanks de kou is het hier toch weer zo goed als uitverkocht. Enkel in de bezoekersvak. Daar is er toch nog wel wat ruimte. Dennis van Wijk, gisteren pas voorgesteld. En vandaag al meteen op de bank bij Leuven. Van Wijk kent hem natuurlijk ook wel als ex-trainer bij onze Reds. Moet het nu dus gaan waarmaken voor Leuven. Het zal toch niet al te makkelijk worden, want zoals u weet heeft Antwerp zijn reeks neergezet en kan het weer alleen aan de leiding komen. Antwerp dat mag gaan beginnen met centeren. Juri Dekkevie naar Omelo. Kijkt rond zich, speelt hem in bij Duplus. Gaat Van Veer schieten, bal gaat klappen, redding daar van Laurent Honquinet. Ja, hij had de ruimte om te schieten, had de tijd om te schieten, deed het dan ook. Goed schot, hard schot. Maar Laurent Honquinet met een fantastische parade. Gaat nu de 16 in proberen te kruipen. Doet dat, Coné glijdt daar weg. Moet dan terug weer even naar buiten. Voorzet komt daar op de hoofd van Duplus. Nieuwe voorzet, tweede paal. Debatty die eronder doorgaat. Laatste man bij Antwerp, Joren Dom ook voorbij de cirkel nog. Lage bal. Doet dan Haroun die daar schiet. Scoort, maar bal werd al afgefloten. Geen doelpunt voor Antwerp. Haroun die de bal meenam met de hand. En wel aardig mooi in het hoekje plaatste. Levert hem in bij Omelo. Tweede lijn nu, Dekkevie. Kap draaien en dan door het centrum een gaatje vinden. Dirks, geen buitenspel daar. Kap terug, gaat schieten. Bal gaat erin. Het is Stuur Dirks. Nummer 55. Daar was de ruimte. Dekkevie leek daar zichzelf in te sluiten. Wint dan toch het gaatje voor Tuur Dirks. Die zich even terugkapt, kijkt en schiet. 1-0. Naar binnen, naar Dekkevie. Gaat daar neer. Geen penalty. Wordt daar geschoten naar de tweede paal. En bal gaat naast. Nee, dat leek me toch een overtreding. Dat is een duidelijke strafschop. Niet gegeven door Kevin van Damme. Geeft een corner. Haroun, ja, dat is een mooi driehoekje. Ruimte nu even. Dekkevie naar Dom. Op rechts, die komt oprukken. Ja, dat is mooi voetbal. Joren Dom heeft ruimte om voor te zetten. Doet dat. Owusu, hier zijn hoofd tegenzet. Bal valt net achter de deklat. Moet voorbij Montaigne. Kruipt de 16. Bal gaat dan terug naar Haroun, die dan maar gaat schieten. Scrimmage. Lalmont die daar neer gaat. En dan doet heel Antwerp weer een penalty. Geeft hem niet.
Kosjabas. Het hoofd van Haroun Oudré. Die uithaalt. Bal op de lat. Bal op de lat van Oudré. Het was schitterend geschoten. De Batik kon er enkel maar naar kijken. Goed ingedraaid. Wordt daar weggespeeld. Tweede lijn. Geschoten. Bal wordt nog gekeerd. Het was Kosjabas. Tegen de 16 meter lijn aan. Vindt Tabeku. Speelt terug naar Elbanoui. Terug Tabeku. Voorzijd komt. Gaat daar in de rug van de verdediging. De Batik. Botsing. Gaat daar neer. Bal wordt binnengespeeld. Maar wordt gefloten voor een overtreding. Maar de Batik. Ja, die heeft een ferme tik gekregen. Meteen verzorging op het veld gevraagd. Het was Azevedo die daarnaast ligt. Nou, had de bal, werd dan fix aangelopen door Thomas Azevedo. Lijkt het van zich af te willen lopen, Kevin de Batik. Nou, pak daar de bal. Speelt hem wel knap naar Lallemand. Voorzet naar Dirks. Wordt eruit gehaald door Montaigne. In tweede instantie toch nog Jorendom. Die gaat trappen van ver. Jorendom, bal gaat erin. Wat een knap doelpunt van Jorendom. Staat 2-0. Wat een goal van Jorendom. Onwaarschijnlijk. Je zag hem lopen. Je zag hem denken. Ga ik het doen of niet? Hij deed het en op wat een fantastische manier, Jorendom. Bal zoefde voorbij Hankine. Die probeerde nog, maar ja, nooit dat hij daar in de buurt van de perfecte trap van Jorendom ging komen. Oeh, Duplus, die daar even de bal verkeerd beroert. Opletten nu, Tabeku, bal naar de tweede lijn. Het is Debatti die ervoor komt. Storm kwam daar nogthans heel zelfzeker aanlopen. De Batik voor gevaar, voor eigen lijf en leden, smijt hij zich en plukt hij de bal voor de aanstormende storm. Die kon ik niet laten liggen. Wordt die bal kort gespeeld. Dirks, die daar de 16 in duikt, bal veel te ver van de voet, wordt hij weggewerkt. Maar het is niet meer nodig. Want scheidsrechter Kevin van Damme maakt een eind aan de wedstrijd tussen Antwerp en OH Leuven. Antwerp staat nu natuurlijk nog altijd eerste, top of the league. 19 punten hebben we nu, met ook een aardig doelsaldo. Volgende week zijn we weer terug. Dan moet Antwerp naar Tubeke op zondagmiddag. Zullen wij er van RFC Radio ook bij zijn. Graag tot dan. Come on, you Reds.